laatste beeld dat Bernini maakte voor Scipione Borghese is het verhaal van David. Eindelijk een bijbelverhaal in het huis van een kardinaal. Een verhaal dat ook al geliefd was in de beeldhouwkunst en natuurlijk ook door grote voorgangers van Bernini. Onder andere Michelangelo, maar daarvoor ook al Donatello. Donatello die zich heel trouw houdt aan de beschrijving in het Bijbelboek 1 Samuel hoofdstuk 17. Omdat Saul daar op een gegeven moment tegen David zegt, je bent nog maar een knaap. Dus jij kunt helemaal niet gaan vechten met die Goliath van 3 meter groot. Maar Donatello kiest voor een rustmoment. Hij wil ook die Griekse contrapposto en laat het moment zien dat Goliath dodelijk is getroffen en dat zijn hoofd vervolgens is afgeslagen. En daarmee zijn de Israëlieten de baas over de Filistijnen geworden, want dat was de inzet van de strijd. Michelangelo kiest hetzelfde verhaal, maar dan kort voor het dodelijk treffen. Hier heeft hij zijn slinger over zijn schouder geslagen en kijkt met een dodelijke blik richting Goliath. We weten, als je 1 Samuel leest, dan zegt David tegen Goliath, jij komt hier met een zwaard en met een speer en met een werpspies, maar ik kom hier in de naam van Jehovah, de God van de legerscharen van de Israëlieten die jij gehoond hebt. Nou, we weten hoe het is afgelopen. Hè? Uiteraard sterft Goliath. Bernini dacht, daar kan wel iets anders mee. Waarom moeten we nou steeds of ervoor of erna? Kunnen we niet gewoon tijdens of onmiddellijk voorafgaand aan het dodelijk treffen van Goliath weergeven? Ja, dat kan. Laten we eerst kijken opnieuw naar een voorbeeld van een antiek stuk. We zien hier, typisch voor de klassieke sculptuur, we hebben maar heel weinig bronzen originelen van de Griekse beeldhouwkunst. We moeten het meestal doen met Romeinse kopieën. En de Romeinen wilden graag in veelvoud kopieën hebben en marmer leende zich daar gewoon meer toe dan brons. Het nadeel is dat als je dan zo'n actief staande persoon wil hebben, die in brons heel makkelijk op 2 smalle enkels kan steunen, in marmer gaat dat niet, dus dan moet je een steunpilaar toevoegen. En dat is meestal een tamelijk loze boomstam die niets in het verhaal te maken heeft. Het is ook een beetje raar dat iemand die oproept tot de strijd dat even net doet op het moment dat hij bij een paaltje staat. He, dus het is een onhandig en vervelende toevoeging, maar noodzakelijk. Nou, we hadden net al gezien dat Bernini dat heel aardig en elegant wist op te lossen en dat is hier ook het geval. Dat is een wapenrusting, een harnas, een maliënkolder zoals in 1 Samuel 17 staat. Nou is het zo dat voordat David heel kordaat de Filistijn tegemoet had, hè, die Goliath van 3 meter hoog, dat Saul tegen hem zei van jij kunt toch helemaal nooit als knaap die man tegemoet treden. Trek nou op zijn minst een wapenrusting aan. Nou, dat doet David, want hij gehoorzaamt de koning natuurlijk. Maar dan denkt hij, ja, maar dat zit niet lekker. Ik heb er geen ervaring mee, ik heb nog nooit gevochten in een wapenrusting, maar ik heb wel een leeuw en een beer gedood zonder wapenrusting. Dus laat mij dan maar zonder. Hier zie je dus die terzijde geworpen wapenrusting onder zijn voet of tussen zijn benen. En dat is meteen ook de stut die het beeld overeind houdt. Buitengewoon handig bedacht. Nou, hier is natuurlijk het moment dat David een van die 5 gladde stenen die hij uit de rivier had gehaald om Goliath te treffen, gaat mikken. Hij heeft net gezegd, hè, ik doe dit uit naam van Jehovah. Nou, dan weet je zeker dat het gaat lukken, want dat is de allerhoogste. Als hij meehelpt, dan kan het niet falen. Dus dat loopt ook voor David goed af. Nou is het ook weer hier belangrijk je te realiseren dat deze beeldengroep niet een sculptuur is waar je omheen moet kunnen lopen. Maar dat je van één plek moet kunnen zien. Ook deze stond tegen de muur en ook deze zag je zodra je de zaal binnenkwam. En dan voelde je als toeschouwer meteen eigenlijk ofwel Goliath, maar ja, de meeste mensen zijn natuurlijk geen 3 meter hoog. Of je voelde je in het schootsveld, dus in de line of fire tussen David en Goliath in. Dus de toeschouwer wordt ontzettend betrokken bij het kunstwerk. En daar is ook een subtiele suggestie voor. Hier bijvoorbeeld zie je typisch voor een sculptuur in marmer. Je moet natuurlijk werken met de dimensies van de steenblok. Hier zie je dat de voet van David over de rand uitkomt. En daarmee wordt eigenlijk de suggestie in beeld gebracht als zou David in het land, in het Rijk der Levenden terechtkomen. Of liever gezegd zou het beeld dus niet meer een stuk marmer zijn, maar werkelijk in het, onder de levenden komen, dichter bij het toeschouwen. Dus die interactie met de omgeving, met de toeschouwer, dat is een typisch kenmerk van de sculptuur van Bernini. En het leuke is dat omdat hij tegen de muur stond, een eventuele oneffenheid dan niet zo erg was. Hier, daar kijken de meeste mensen omheen, ik ook, dat hier een stukje stuk zit.
omdat het marmer op was. Dat was dus aangevuld en uiteraard niet erg, want je zette het gewoon tegen de muur waar het hoorde. Dus Bernini is uiteraard niet volmaakt, maar wel bijna. Nou, nog een laatste opmerking over deze sculptuur. We zien hier wat meer een close-up. Het gezicht is een zelfportret, wel met een nose job. Maar het verhaal dat wordt verteld door zowel Baldinucci als Domenico is dat de spiegel werd vastgehouden op het moment dat Gian Lorenzo die gespannen lippen in het marmer kapte. He, dus hoe kijkt David nou eigenlijk op het moment dat hij Goliath dodelijk wil treffen? Wat voor inspanning is dan het menselijk gelaat te lezen? Dat deed hij voor. En op het moment dat hij dus dat deed, werd de spiegel vastgehouden door een zeer hoogstaand figuur. De al eerder genoemde Maffeo Barberini, die kort hierna paus werd. Het verhaal gaat, ook dit wordt door beide biografen verteld, op het moment dat Urbanus de VIII paus is geworden, dat hij misschien zelfs wel op dezelfde dag Gian Lorenzo bij zich roept en dan zegt, groot is uw geluk, cavaliere, ridder. Bernini was door een vorige paus tot ridder geslagen. Groot is uw geluk, ridder, om kardinaal Maffeo Barberini tot paus te zien geworden. Beetje lelijk vertaald. Maar nog veel groter is ons geluk, hè, majesteitelijk meervoud, dat ridder Bernini leeft tijdens ons pontificaat. Dus het is fantastisch dat jij mij, jouw goede mentor en vriend, ziet als paus, maar ik heb nog veel meer mazzel dat ik jou kan gebruiken. En deze woorden zijn ook zeer bewaarheid. Bijvoorbeeld in het blazoen, hier zien we het familiewapen van de familie Barberini. Een oudere tak heette Tafani, dat betekent paardenvlieg. En oorspronkelijk bestond het wapen dus uit paardenvliegen. Maar als je het dan schopt tot paus, dan is een paardenvlieg, eigenlijk dus een paardenstrontvlieg, hè, niet echt een heel gunstig deel van je blazoen. Dus het zijn maar gauw even bijen geworden, heel edele wezens. En hier zien we een venster in de Santa Maria in Araceli op het Capitool naar een idee van Bernini. Ik geef twee voorbeelden van grote opdrachten. Dit is de allerbelangrijkste, het baldakijn, baldacchino in de Sint-Pieter. Een enorm gevaarte dat niet zo makkelijk te definiëren is, omdat het feitelijk een fusie is tussen een ciborium, een permanente omrastering van een altaar, en een baldakijn dat feitelijk een tijdelijk iets is dat omhoog wordt gehouden door staven en bedoeld is om bijvoorbeeld een beeld dat in processie is te beschermen tegen de regen. He, waar dus een draperie overheen hangt. Maar dit is een fusie van allebei. Je hebt zowel de suggestie van draperie die omhoog wordt gehouden als de zuilen van een ciborium. De getorste zuilen zijn natuurlijk bekend omdat hier heb je de oorspronkelijke zuilen. Die stonden in de oude Sint-Pieter. Die hebben als voorbeeld gediend. Maar waar het om gaat is dat Bernini op dit moment een buitengewoon getalenteerd beeldhouwer feitelijk bijna geen ervaring heeft op het gebied van architectuur. En toch geeft de paus hem dit werkstuk te doen. Passeert daarbij mensen die feitelijk veel beter gekwalificeerd zijn daartoe. Dus allerlei architecten en ook bronschieters met decennia ervaring moeten ineens werken onder de hoede van die twintiger. Die omhoog gevallen, zeer getalenteerde beeldhouwer, maar meer op dat moment nog niet. Het aardige is dat Bernini dit hele project kon meemaken en kon organiseren als een grote leerschool voor hem. Hij werd manager en hij leerde ontzettend van de mensen die naar hem moesten luisteren. Dus hij keek de kunst af bij anderen, heeft door deze ervaring ook zichzelf ontwikkeld tot het hoogste niveau in de architectuur, wat er uiteindelijk toe leidt dat hij het Sint-Pietersplein dus ontwerpt. En maar eigenlijk leert hij, omdat hij de baas moet spelen over mensen die dingen beter kunnen, leert hij in korte tijd alles bij. En wordt hij een zeer veelzijdig kunstenaar, veel meer dan alleen maar beeldhouwer. Hier zien we even een snapshot van mijn jongste zoon. Het is aan de voet van de Spaanse trappen die later zijn gebouwd, later zijn aangelegd. En hier kom je ook wel. Je komt in Rome op de Piazza Navona en je komt natuurlijk ook bij de Spaanse trappen. Dus je komt het tegen. Dit is een van de voorbeelden van Bernini's werk onder het patronaat, onder het beschermheerschap van paus Urbanus VIII. Maar ik moet een tijdsprong maken, want ik wil u andere dingen gaan vertellen. Eerst even naar de paus hierna. Innocentius X, de Panfilipaus, een hater van zijn voorganger. Nou was Urbanus VIII is erg lang paus geweest, zo lang dat uiteindelijk niemand meer van hem hield. En hij werd ook vooral gehaat door de familie Pamphili. En op het moment dat Innocentius dan paus wordt, moeten leden van de Barberini-familie vluchten uit Rome. Omdat ze eigenlijk in gevaar komen. En dat betekent dus ook dat Bernini in de problemen komt. Want Bernini was altijd de gunsteling, de favoriet van de paus. Deze man wil dus aanvankelijk niets weten van Bernini. En schuift juist andere kunstenaars naar voren om Rome verder te verfraaien. Misschien ook wel even nuttig om je te realiseren. De paus is natuurlijk de koning van Rome. Hij is ook een
bouwheer. Hij is iemand die de ambitie heeft om de keizer te evenaren. Dat uitzicht bijvoorbeeld in het feit dat antieke Romeinse aqueducten die ofwel waren dichtgeslipt ofwel kapot waren gemaakt in de 6e eeuw door de goten, dat die worden gerepareerd en dat er fonteinen worden aangelegd. Dus de fontein die we al hebben gezien, deze ook, die moet het hebben van antiek Romeinse aqueducten. Hier de Aqua Vergine, speciaal omgeleid. En dan zou je denken, maar wacht eens even, hij is er ook nog een kerkleider? Ja, dat is die ook. Maar op dit moment, in de 17e eeuw, is zijn wereldlijke macht behoorlijk tanende. We hebben de reformatie natuurlijk gehad, maar ook krijg je dan vreselijke oorlogen in Noord-Europa, waarbij de paus feitelijk niets meer te zeggen heeft. Nou, wat kun je dan nog doen dan je eigen familie eigenlijk op te hemelen in de stad door middel van de kunst? En dat is een van de functies van deze fontein. Hier zien we ook het blazoen van de Pamphili-familie die hiermee wordt verheerlijkt. Maar oké, ik was aan het vertellen dat deze paus aanvankelijk dus niets wil weten van Bernini. En hij wil op het plein waar zijn familie Palazzo aan ligt, daar wil hij een grote renovatie. Hij wil sowieso een nieuw Palazzo. Hij wil ook de kerk, die op dat moment nog maar een kapelletje is, de Sant'Agnese, wil hij uitbouwen tot een statige barokkerk. En hij wil een fontein. Maar hij wil niet dat Bernini daar iets mee te maken heeft. Dus hij schrijft als het ware een soort wedstrijd uit. Borromini mag meedoen. Borromini is op dat moment ook aangesteld over de waterleidingen. En andere kunstenaars. En Bernini mag niet meedoen. Nou heeft Bernini natuurlijk overal vriendjes zitten. En er is een kardinaal, kardinaal Ludovisi, die tegen Bernini zegt, weet je wat jij moet doen? Jij moet een ontwerp maken, je moet een model maken in zilver. Dan zorg ik ervoor dat de paus dat te zien krijgt. Goed, Bernini gaat aan het werk, maakt een ontwerp. We hebben wel een klei ontwerp, we hebben niet het model van zilver. Dus of dat echt bestaan heeft, weten we niet, maar dat kan heel goed wezen. Maar die kardinaal Ludovisi zorgt er dan op een gegeven moment voor dat in dat palazzo dat deze paus heeft laten bouwen, in een kamer waar de paus hoe dan ook doorheen moet, wordt neergezet. Dus de paus, die is bezig met zijn dagelijkse beslommeringen, loopt door die kamer en ziet dan ineens dat model van zilver. Het model voor deze fontein. En dit is dan de uitspraak die hij volgens zowel Badinucci als Domenico zou hebben gedaan. Het zal noodgedwongen nodig zijn om mij te bedienen van Bernini. Want als je geen gebruik wil maken van de talenten van Bernini, dan moet je zijn ontwerpen niet zien. En zodra je zijn ontwerpen ziet, ben je eigenlijk verkocht. Nou, en zo kwam Bernini terug in de pauselijke gunst bij de opvolger van Urbanus VIII. En dat heeft dus geleid tot de op één na bekendste fontein in Rome. De bekendste is uiteraard de Trevi-fontein. Een derde barokpaus. In totaal heeft Bernini gewerkt voor 8 pausen, moet je je voorstellen. 3 daarvan zijn verreweg het belangrijkst. En deze is nog belangrijker dan Urbanus VIII. En dat zien we hier. Hij heeft een dagboek bijgehouden en dan blijkt dat van de nou schier ontelbare kunstprojecten, bijna 1000, dat ruwweg 40% op een of andere manier verbonden is aan Bernini. Ofwel omdat hij iets maakt, ofwel omdat hij iets ontwerpt, ofwel omdat hij ergens inspraak in heeft. Noem maar op. Bernini is de man. Hij is bijna, heeft hij het monopolie over het kunstenaarschap in Rome. Dat was nog nooit gebeurd. Dat was dus bij Urbanus VIII begon dat al. En dat leidde tot een climax onder Alexander de VII. En je ziet, Bernini raakt hier langzaam op leeftijd, maar blijft eigenlijk tot op hoge leeftijd zeer energiek en ook heel productief. En hier zien we ook uiteindelijk dat Mekka van de westerse wereld, de bekendste plaats in Rome voor althans de meerderheid van mensen die Rome verder niet kennen. Het leuke is dat in deze tijd, ongeveer 40 jaar na dato, Bernini nog eens een keer op bezoek gaat in het Casino Borghese. Dat is nu de Galleria Borghese heet. En daar staan nog 3 van de 4 sculpturen. Hij loopt daar langs met een vriend en dan zou hij gezegd hebben, ach, wat heb ik toch weinig vooruitgang geboekt. Nu ik zie dat ik als jonge man marmer op deze manier wist te behandelen. En ja, als je verdere sculptuur van Bernini ziet, hij heeft zichzelf hierna feitelijk niet geëvenaard. Dat wil niet zeggen dat er niet nog fenomenale dingen zijn gedaan. Maar het is wel zo, als 20er was hij op een ongekend hoog niveau.